Hallo lieve Leo, welkom bij jullie maandreading voor de maand mei. We gaan zo meteen eerst met twee overal energiekaartjes kijken wat de overal energie is. Ik pak er nog een engelenkaart bij en vanuit daar gaan we met de tarot verder de diepte in. Kijk wel even of dat de video met je resoneert. Mocht het niet het geval zijn, kijk dan echt even bij je maanteken, venusteken of ascendant. Beneden in de beschrijving zal ik een linkje zetten hoe je dit uit kunt rekenen, mocht je dit nog niet weten. Moet ik er verder nog iets aan toevoegen? Oh ja, ik wilde ook nog even eraan toevoegen dat het vandaag meer gericht is op de liefde. Dus we gaan eens kijken wat mij voor jullie op liefdesvlak gaat betekenen. Okay. Alle kaarten zijn vooraf goed geshuffeld. Oké, heel mooi. Onderkant dek. Neem ik even mee. Spiritualiteit, verbonden met de bron, inzichten en intuïtieve groei. En we hebben kleur in je leven. Voel je weer even vrij, speels en onbevangen. Dus eigenlijk een beetje weer zonder grenzen je genietmomentje hanteren. Gewoon lekker, net als dat je vroeger op een schommel ging schommelen, dat je lekker kon genieten van die vrijheid, van die energiestroom. Dat mag je nou weer op gaan pakken, want je zult meer verbonden gaan worden met je hogere zelf daardoor. Dat je de boundaries eigenlijk laat zakken daarvoor. We hebben ook wilskracht. Laat je bemoedigen door elke stap die je zet. Ga door op de weg die naar het geluk leidt. Dus je bent al van ver gekomen, je hebt al heel veel bereikt, je hebt echt al heel veel bergen verzet. En je staat nu op een punt waarop jij nu merkt van oké, die spiritualiteit is echt een onderdeel in mijn leven. Het hoort er nu maar eenmaal bij. Ik weet dat ik hier verder mee door mag gaan pakken. Dat is mijn stuk waar ik nu naartoe mag gaan. En ik merk wel dat er steeds meer mensen op dit punt aan het komen zijn van het wakker worden. Sommigen zijn natuurlijk al echt al daar verder in. Maar ik merk ook echt wel dat er mensen nu wakkerder aan het worden zijn die dit in eerste instantie helemaal niet voor mogelijk hadden dat dit in hun systeem hoorde. Of dat dit bij hun leventje hoorde of hun zielenpad. En doordat je dus nu dit aan het bewandelen bent, je hebt echt al heel veel obstakels gehad en dat is best wel pittig geweest, maar je spiritualiteit kan alleen maar verder ontwikkelen als je dus ook je levenslessen hebt geleerd. En levenslessen is, dat kunnen dus verkeerde mensen zijn die op je pad komen om je flink de neus te laten stoten, om pijn en verdriet te krijgen daarvan, karmische verbindingen, relaties, heel veel aspecten waardoor jij elke keer door een pijnstuk heen aan het gaan bent. En doordat jij dus nu al zover bent, voel je ook steeds meer die verbondenheid met jouw spiritualiteit, met jouw hogere zelf, maar ook zeker met de bron of het universum of ja, hoe jij het zelf dan ook wilt benoemen. Je krijgt heel veel inzichten en jouw intuïtieve groei is in een sneltrein aan het komen. En je staat al best wel hoog op de berg op dit moment. En dan is het een teken van je hebt al heel veel geleerd. Je bent echt al heel hard aan de slag gegaan met jezelf. Maar probeer ook echt wel op momenten even te genieten van de momenten wat daar is. Je hoeft niet altijd door te pakken. Je mag ook gewoon genieten en eventjes pas op de plaats maken. Want door al die inzet wat je hebt moeten geven om op deze berg te komen, om echt te kunnen gaan genieten, heeft best wel wat energie gekost. En om dat accuutje weer aan te vullen, is het ook zomaar weer heel erg makkelijk om dit te doen als je je eigen weer vrij en onbevangen voelt. Als je die druk niet voelt van de samenleving of wat dan ook. Dus ga lekker je innerlijk kind weer naar boven laten komen. Ga lekker in die plassen springen als er plassen zijn. Of op die schommel, wipwap, wat je dan ook leuk vindt om te doen. Wat je vroeger misschien al leuk vond als kind. Ik zie nou een beeld voor me dat iemand op een fiets zit en dan
Vroeger kon je wel eens dan de voeten van je pedalen afhalen en dan zo lekker meezwieren met je benen. Als je daar gelukkig van wordt, als je daar even weer dat terugkommomentje van vroeger hebt, of gewoon dat beeld even terug in je systeem krijgt. Kijk wat voor jou echt fijn is om te doen. Maar ik merk wel echt dat ik krijg er gewoon een lach van op mijn gezicht. Ik merk wel echt dat jou dat goed zal kunnen gaan doen. Maar we gaan eens even kijken. Ik zal deze vast een keer shuffelen. En dan pakken we nog eerst een engelenkaart erbij. Als aanvulling op die drie kaartjes. Wat mogen we nog weten? Oh, volgens mij had ik die straks ook al een keer. Altena. Het is heel goed voor je om krachtig te zijn. Je weet hoe je je innerlijke kracht op een liefdevolle manier kunt inzetten, zodat je deze zowel jezelf als anderen ten goede komt. Heel mooi. Dus je bent nu echt op een punt gekomen dat je dit ook gewoon toe kunt passen in jouw systeem, in jouw leven, ook naar anderen toe. En doordat het nu, je hebt zo hard gewerkt en het voelt voor mij een beetje als de 8 van munten in de tarot. Je hebt zo hard gewerkt en doordat je zo hard hebt gewerkt, zit het gewoon voort in jouw systeem. Is eigenlijk jouw computersysteemtje geherprogrammeerd. Waardoor jij dus nou makkelijk dit door kunt pakken, vooral vanuit je intuïtie handelen. Waardoor het alleen maar ten goede zal gaan komen dat je dit ook uitstraalt naar anderen toe. En we hebben het over de 8 van munten. Nou ja, hoe meer bevestiging wil jij nog ontvangen? Heel mooi. Geniet ook echt. Je hoeft niet altijd alleen maar bezig te zijn. En probeer dit ook in te zien dat er zoveel meer is als alleen maar met jouw spirituele groei bezig zijn. Met spirituele ontwakening houdt ook gewoon in dat je mag genieten van elk klein momentje om je heen. Dat je dat dankbaar bent en dat momentje koestert. We hebben daarbij de keizerin. We hebben nog de page van staven. De doodkaart op kop. Kan meerdere betekenissen hebben. De doodkaart op kop kan voor mij ook een beetje betekenen dat je iets tegen aan het houden bent. Dat er een bepaalde situatie nog niet helemaal aangekeken is, waar je toch nog een beetje aan vast blijft klampen. En zelf denk je wel dat je alle diepe in aan het springen kunt. Zoals we hier bij de wilskrachtkaart hebben. Maar er is nog een klein stukje waar jij voorzichtig in mag zijn. Waar je je eigen toch nog in tegen aan het houden bent. Maar we zullen eens even kijken wat er nog verder helder mag worden. Want we hebben het natuurlijk over liefde. Maar liefde is natuurlijk een heel breed begrip. Liefde kan ook zelfontwikkeling zijn. Liefde in jezelf, dat soort elementen. Vijf van staven. Dus er is toch nog wel wat strijd of dingen meester worden. Nou, die willen er met z'n drieën uit. We zullen op vieren zelfs. Even kijken. Oké, dit is de uitkomst. Ik weet niet of jullie het nog kunnen zien. Ik leg het wel even hier neer. Kijken of ik het iets kan verzetten. Zo. Deze komt op. Deze kwamen samen. Oké, als we dan gaan kijken wat er allemaal voor uitkomst voor jou mogelijk is en waar het naartoe kan gaan. Je bent dus hard aan de slag aan het gaan. En voor mij voelt het zo dat er ergens een situatie nog niet afgerond is. Terwijl jij zelf het gevoel hebt dat je dit wel al meester bent geworden. Dit kan te maken hebben met een derde partij die in jouw recente verleden is geweest. Kan op energetisch niveau zijn. Er is een bepaalde stroming geweest. Dit kan weer naar boven gaan komen. Het voelt voor mij dat het niet zwaar hoeft te zijn, maar als je er niets mee gaat doen,
kom je je eigen op een later moment weer tegen. En dat later moment, dat kun je ook gaan voorkomen. Dat hoeft niet te komen, dat is iets wat je zelf kunt creëren. Het voelt voor mij dus ook echt wel dat jij misschien te snel wil in jouw groei, in jouw ontwikkeling. Terwijl alle goede stappen die je mag maken, hebben gewoon eenmaal tijd nodig. Er zijn elementen in jouw systeem gekomen, lessen op jouw pad, karma, pijnstukken, hartzeer. En al die stukken zijn er niet over één nacht ijs in jouw systeem gekomen. Daarvoor is het belangrijk om ook in te zien dat wat er misschien in 20, 30, 40 jaar lang achter elkaar in jouw systeem is geplaatst en je gaat er nu aan werken, dat het niet in een paar weken tijd of een jaar tijd in één keer allemaal opgelost is. Daar kunnen altijd restjes achterblijven waardoor er bepaalde elementen in je systeem achterblijven. Wat op dat moment toen jij daarmee aan de slag ging nog niet aan de oppervlakte mocht komen, omdat je daar nog niet krachtig genoeg voor was om het op dat moment aan te gaan kijken. Maar op dit moment ben jij wel krachtig genoeg en je durft die strijd ook aan te gaan. En je durft ook daadwerkelijk te zeggen van ik ben trouw aan mezelf, ik weet dat er nog iets zit. Ik duik er dieper in, ik ga nog eens even naar die kern toe waar eventueel nog een blokkade zit of een pijnstuk. En ik ga die strijd aan, die strijd innerlijk in mezelf om die pijnstukken op te gaan lossen. En het zal niet altijd makkelijk zijn, maar ik weet wel dat het jou gaat lukken. Want als ik dan ga kijken dat jij hier een nieuwe, vernieuwde energie hebt, voelt voor mij dat deze helemaal weg kan vallen. Als jij dus die karma gaat oplossen, die hier ligt, wat best wel gemoeid heeft gegaan met toch wel wat strijd en ja, misschien ook wel een beetje zo'n backs, hoe noem je dat, een mes in de rug gestoken hebben. Dat mensen jou toch best wel besodemieterd hebben. Maar jij bent dit om gaan buigen. Want je bent in gaan zien, oké, ik hoef mij hier niet meer aan vast te houden. Dat laat je dus ook los. En die karma incasseer ik. Het is goed dat het weer even op mijn pad komt. Dat ik het weer even in ga zien. En vanuit daar kan ik weer verder. Vanuit daar kan ik weer die doorstart maken. Want als we dan gaan kijken, als je dus inziet van oké, ik krijg weer een triggerpoint op mijn pad. Om jou weer even wakker te maken of wakker te schudden als je dus even weer verder aan het genieten bent. Dat is er alleen maar om jou weer op alertheid te zetten. En het voelt voor mij niet zozeer dat dat een zware les zal zijn, maar iedereen totdat je doodgaat leert elke dag weer, krijgt elke keer lessen op je pad en dan is het aan jou hoe je ermee omgaat. En het voelt voor mij wel dat het jou gaat lukken. En vooral als we dan gaan kijken, we hebben hier de twee van munten, het wikken en wegen, de ballen hoog houden noem ik het ook wel. Maar er is wel, ze zitten wel vrij in balans. Dus het is niet meer die pieken en dalen wat je eerst zou hebben als iemand weer met karma naar jou toe zou gaan komen. Je zit in jouw energie echt in een mooie stroming, je kunt genieten. En je hebt echt al veel bereikt, want als je gaat kijken dat je beloond wordt vanuit hier, heb je dus echt knijterhard voor gewerkt om op dit punt te komen, op die hoogtepunt te komen. En vanuit daar kun je ook een beetje achterover leunen, genieten van alles om je heen. Eigenlijk wat hier ligt met kleur in je leven en geniet. Kleur je leven en geniet. Kun je dus ook trouw blijven aan jezelf. En dan kun je dus ook echt op een punt komen dat je weer geniet. Ook al ben je misschien single of wat dan ook. Je kunt genieten en je kunt weer in je kracht komen te staan. En dan merk je dus ook dat je op een punt komt dat mocht er iemand jouw pad gaan kruisen, dat je deze persoon met open armen wil ontvangen, maar je bent er niet meer op zoek naar. Je laat het nu over aan een stukje divine timing. En ik merk wel dat er eerst een bepaalde strijd was waar je zelf echt wel in tegen aan het werken bent geweest. Dus het stukje doodkaart die hier voor mij gezien wordt als dat er iets afgesloten is. Er is dus nog een klein stukje niet afgesloten. Dat is iets in jouw onderbewustzijn wat je toch tegen aan het houden bent. En alhoewel je dus denkt een heel nieuw pad ingeslagen te zijn en dat je al het oude stukje helemaal opgelost hebt, kan er dus wel even dan weer dat triggerpuntje voor jou naar voren komen. Maar weet dat dit niet de zwaarste last meer is. Want je hebt al zoveel doorvoeld. Je hebt al zoveel overwonnen. En dan is voor mij in dit gevoel maar een klein stapje waarin jij dus verder je pad mag gaan bewandelen. En wat ik al zei, iedereen krijgt lessen op zijn pad tot aan je dood.
Het is alleen aan jou hoe je ermee omgaat. Kun je het ombuigen? Kun je de les eruit halen en zie jij de les in? Ja, dan kun je daar heel makkelijk een wending in creëren. En dan kan daadwerkelijk echt dat einde ook plaatsvinden. Dan kan dat einde wat je hier nog niet helemaal geleerd hebt, dat kan dan opgelost zijn. Dan heb je dat geïncasseerd, zoals ik het altijd benoem. Die karma is dan klaar. Het voelt voor mij echt wel dat je heel veel stappen hebt gemaakt. En vanuit daar kan er een nieuwe stroming gaan komen. Op emotioneel vlak kunnen er ook nieuwe scheepjes naar jou toe gaan komen. En dan zul je ook merken dat er eigenlijk in het energetische systeem al lang iemand op zijn paard zit om richting jou te bewandelen. Alleen, dit is een hele trage ridder. En die ridder die zorgt ervoor dat er wel iets stevigs, fundamenteels neergezet gaat worden. Dus deze ridder gaat liever trager, als dat je bijvoorbeeld een ridder van zwaarden hebt. Dit is een hele snelle energie, waardoor die dus ook fouten kan maken. Misien soms ook wel dingen overslaat in zijn systeem van, is het wel handig om het zo te doen? Of had ik het beter anders aan kunnen pakken? Dit voelt voor mij dat er echt iemand te veel is geweest in deze situatie. In combinatie met de drie van bekers. Maar dat terzijde, we gaan kijken wat de uitkomst voor jullie is. En die uitkomst is toch best wel benoemingswaardig. Hier zie ik nog wel de happy single kaart. Dus als jij op een punt gaat komen dat jij weer je les leert. Dat je ziet van, oh, dankjewel dat ik dit weer op mijn pad heb mogen krijgen. Ik geniet van alles om me heen. Ik heb die balans voor mezelf gevonden. Ik weet wat ik prettig vind. Ik geniet op zijn tijd. Dan kan er toch echt wel een nieuwe persoon naar je toe gaan groeien. Dit is in eerste instantie op energetisch niveau. Maar daarvoor is het belangrijk eerst in je godinnenenergie te komen. En vanuit daar mag alles opnieuw gaan stromen. Dus wellicht als we de volgende maand reading op gaan nemen, dat er al een nieuwe vooruitgang in zit voor je. Maar daarvoor is het belangrijk, dus echt wel die les die weer op je pad gaat komen deze maand. Dat je daar wel de inzichten in krijgt dat het om een bepaalde reden weer gebeurt. En dat is het stukje waar je dus met die doodkaart dus eerst nog doorheen mag. Anders was die recht opgekomen. Dus weet dat er nog wat kleine stukjes te verwerken zijn. Neem daar ook je tijd voor, neem daar je rustmoment voor. Dan wil ik jullie voor nu in ieder geval heel erg bedanken. Weer voor het kijken, mocht je het leuk vinden om een reactie achter te laten, mag dat natuurlijk altijd. Mocht het niet jouw reading zijn, het toch. Nou, een flinke kriebel. Kijk dan bij je maanteken, venusteken of ascendant. En voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!